Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Mansveld, Faber Expo Size, Parktheater en CSU. Welkom bij alweer de 10e aflevering van 24 uur Vonkt. Een 10e aflevering betekent ook een speciale aflevering. Dus wij hebben vandaag een prachtig programma met drie speciale gasten vanavond. Arno Kantelberg zal vandaag vertellen over zijn boek Man op zijn best. We hebben Mike Roelofs, die zojuist de zilveren camera heeft gewonnen. En we hebben Leo Bormans, de geluksambassadeur, die vandaag over geluk komt praten. Maar we hebben ook Betty Blue, die bestaan 30 jaar en gaan vanavond voor ons spelen. En wij sluiten deze aflevering af met Rob Adams, die zijn stand-up column zal voordragen. We beginnen de uitzending met de aankondiging van mijn eerste gast. Dus ik zou Mariska het woord willen geven. Hij begon zijn carrière als redacteur bij HP De Tijd. En als gastdocent journalistiek bij de Fonties. Achtereenvolgens was hij adjunct hoofddirecteur van VARA Gids, Karp en Nieuwe Revue. In 2003 werd hij redacteur van Man en Esquire. Toen nog uitgegeven door de Telegraaf tijdschriftengroep. En sinds 2006 geeft hij Esquire in eigen beheer uit. Hij schreef onder andere Met het bord op schoot, Telefoonboek en Het wonder van Eindhoven. Zijn laatste boek is een aanwinst voor de man. Man op zijn best. Van de schoenen, via het middenrif tot aan de bovenkant van je hoofd, geeft hij praktisch antwoord op vragen waar een Nederlandse man dagelijks mee kampt. Zijn advies voor vrouwen? Koop vooral niet de garderobe van je man, maar maak hem enthousiast. Al zou ik wel zeggen, bewaar het bonnetje, dan weet je zeker dat het nog terug kan. In Volkskrant Magazine geeft hij zijn ongezouten mening over menig BN'er. En vandaag mag hij dat doen over ondernemend Eindhoven en de gastheer van vanavond. Hij is natuurlijk betiteld als Nederlands best geklede man, één van Nederlands best geklede mannen. En daarnaast kleedt hij ook zijn eigen vrouw, hebben we horen zeggen. Mannen worden knapper naarmate ze ouder worden. En dat geldt ook voor deze man. Van top tot teen bekeken, Arno Kantelberg. Hoi, welkom bij 24 uur Vonkt. Ga lekker zitten met biertje erbij. Ja, Arno, welkom bij ons. Wij beginnen 24 uur Vonkt eigenlijk altijd met een aantal stellingen. Is niet erg. Nee, dat doen we om een beetje ook de vaart erin te houden en om meteen eventjes met elkaar af te tasten hoe dat we ervoor staan. Dus ik ga jou gewoon trakteren op een aantal stellingen. Ik zeg ja, ja of nee? Of nee, je gaat, je merkt het wel. Okay. Ik geef je gewoon een keuze. Zuidas of Strijp S? Strijp S. Björn Borg of Hema? Hema. Media of mode? Media. Smart Casual of Tenue de Ville? Tenue de Ville. Ik denk dat mensen het geen idee hebben wat het verschil is. Dus daar komen we dadelijk wel op. Stijlicoon of journalist? Journalist. Staantribune of business seat? Staantribune. Je hoeft niet eens af te maken. Ja. Heel goed. Michael Jordan of Jules Deelder? Deelder. Nou, laten we daarmee beginnen, want... Omdat hij meer dan Jordan een hele autonome persoonlijkheid is. En dat is, vind ik, het hoogste goed in 's mans leven. Ja, en Michael Jordan heeft gewoon zijn talent. Dat is een basketballer en basketbal is mijn sport. Ja. Maar binnen het basketbal heb ik andere helden, niet Jordan. Maar goed, hij is wel de beste aller tijden. Dat is Jules niet als dichter. Hè? Het is vooral een hele vrolijke dichter, maar... Hij is vooral, zagen we ook vorige week hè, bij Eva Jinek, hij is vooral heel erg zichzelf. Nou, op het vervelende af en soms ook op het karikaturale af. En ik vind het aardig gewoon. Nou, je had even twijfel net toen ik Björn Borg of Hema... Ja, was het daar de twijfel of niet? Ja, niet tussen het merk Björn Borg, want dat zal... Maar de mens, of de tennisser Björn Borg, vond ik wel altijd een... Daar ben ik wel enthousiast over. Ja, maar ik appelleerde nu in dit geval aan de onderbroek. Ja. Dus, dat zal wel. Ja. Ja, nee, want jij koopt je onderbroek toch nog steeds bij de H&M en de Hema, begreep ik, of niet? Nee, mijn onderbroeken, je bekomt meteen tot de kern van de zaak. Ja, natuurlijk. Mijn onderbroeken zijn van het merk Home. Die vind ik de fijnste onderbroeken. Oké. Voor wat het waard is, maar die hebben... Dit model, ze hebben ook verschillende modellen. en ik heb met de plasgoot aan de voorzijde. Uit de plasgoot aan de voorzijde. Oké, maar je hebt tegenwoordig, had van Jort Kelder begrepen, ook links en rechts dragend. Links. Of is het geen stelling?
Nee, dat is geen stelling. Nee. Oh, dit is gewoon niks. Nee, okay. Nee, maar goed, dan hebben we dat meteen scherp. Maar ik moet je wel zeggen, ik ben geen stijlicoon, dus ik dacht van ja, de druk ligt wel op mijn schouder. Ik moet mij toch kleden. Jij komt bij mij aan tafel. Ja. Dus ik hoop dat ik aan de bossenbol-theorie heb voldaan. Oh ja, ja, ja. Speciaal voor jou vanavond gedaan. Ik dacht, je gaat er zelf over beginnen, maar daar heb je dus niet gedaan. Nee, ik begin zelden over kleding van anderen. Maar ja, goed, ik heb mezelf nog helemaal in die positie gemanoeuvreerd. Maar de bossenbol-theorie, mensen denken, waar gaat het over? Maar mijn theorie is voor het volk van Eindhoven, is dat de kleding is als een bossenbol. De kledingopbouw, dus van de binnenste laag is het lichtst van kleur en de buitenste laag het donkerst van kleur. Ik dacht ook door een beetje bruin. Ja, jij bent een letterlijke bossenbol in deze, ja. Dus met een wit shirt en een bruin-grijs. Dus dit is eigenlijk ook het idee. Hè? Dus, Oké, maar ik heb je boek... Het werkt altijd over. Het is ook niet zozeer een bed die ik uitschrijf. Het is meer een ezelsbruggetje. Als je denkt, past dit, denk aan de bossenbol. Ja, dat deed ik dus volmondig. Ja. Want ik had... Ja. Wat had werp zijn vrucht af. Een jeans 501 en witte Adidas. Klopt dat? Is dat zo? Dat heb je geschreven. Ja, hier ergens in het boek misschien ook even voor de mensen thuis zo. Ja, handig. Witte sneakers. Ik vind sneakers... Nou, na een zekere leeftijd, hè, vind ik niet meer dat je van die kermis schoenen moet trekken. Corrigeer me dan. Nou, die zekere leeftijd is 16 jaar, dus dat redde jij en ik niet meer. Nee, dat noteer ik dan even. Nou ja, ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Ja, je ziet het goed. Hey, maar naar je boek. Is het een dogma van Arno Kantelberg, wat hier in staat? Is het jouw... Nee. Nee, juist niet hoor. Nee, sorry. Ik probeer juist niet heel dogmatisch te klinken, maar... Want je legt het wel vast. Ja, maar het zijn, niet zozeer geboden als wel wenken en voorzetten. Ik zet vooral voor, daar staat ook wat historische context in. Mm-hmm. Waar komt de polo vandaan, van de kosten en meer van dat soort. En dan schets ik een beetje wat de opties zijn. En daar zit natuurlijk wel, ik kon me niet helemaal inhouden. Dus daar zit links en rechts wel een dwingend adviesje. Maar het idee is vooral dat ik denk dat ik mannen dus vooral een beetje enthousiaster maak dan ze zijn. Oké, dus een welgemeende handreiking, zeg maar. Ja, volgende keer als ik die vraag krijg, geef ik dat als antwoord. Dat is inderdaad mooi gezegd. Ja, dat is het idee daarachter. Ja. Het is niet echt keihard, jongens. Ik ben niet een soort van stijl Taliban. Die echt exact zegt wat je moet doen. Ik vind ook, er is geen hogere stijl dan een eigen stijl. Mm. En weet je, dat kan dan niet helemaal mijn smaak zijn. Maar daar heb ik wel waardering voor. Wilfried de Jong had vroeger altijd, heeft het nu niet meer, maar Wil had altijd de boord van zijn overhemd over zijn jasje. Een beetje dat oldschool. Met de punten. Ja, met die punten. Ja. Dat was een beetje zijn signatuur. Ik vind dat helemaal niet mooi, maar dat had hij wel. Dat past heel erg bij hem. Dus het is voor een deel mijn smaak. Maar ik vind het wel fijn als mensen een beetje aandacht gaan besteden. Dat is mijn licht onderdrukte missie. Dan gaan we de druk bij de volgende gast even flink omhoog schroeven. Want dan gaan we kijken hoe het met zijn bossenbol-theorie is. Dus Mariska, zou jij de volgende gast aan willen kondigen? 35 jaar jong, maar zijn werk is inmiddels al een aantal malen onderscheiden. Deze week mocht hij een prijs in ontvangst nemen, uitgereikt door Humberto Tan. Hij won de zilveren camera in de categorie Personen in het Nieuws. Met een foto in opdracht van de Volkskrant die hij vorig jaar maakte van Abu Ismail, de nog jonge imam van de Haagse Al-Umma-moskee. Op dit moment houdt hij zich bezig met zowel de commerciële tak van fotografie en film als de documentaire kant van de fotografie. Hij maakte foto's voor onder andere de Volkskrant, Mini Nederland, waarbij er geëxperimenteerd werd met het gebruik van Go Pro Camera, De Morgen, BMW Nederland en PSV Magazine. Hij hield zich bezig met het gezicht geven aan de Roma's in Roemenië en is gefascineerd door de ruige, onaangetaste landschap in Canada, waar hij een serie maakte over extreem leven in een extreem landschap. Op dit moment is hij Into Meister. Met drie personen bouwen ze aan een nieuw type fotofilmstudio en daar is op het moment nog weinig over bekend en maakt ons zeer nieuwsgierig. Dames en heren, vandaag niet achter de camera, maar ervoor een applaus voor de winnaar van de zilveren camera, Mike Roelofs. Welkom. Hey.
Nou, we gaan je bestuderen. Nou, zeg maar eens. Nee, dan laten we dat vooral niet doen. Ik denk ook niet dat het opzet is van alles. Maar laten we vooral beginnen met jou te feliciteren. Proficiat. Dankjewel. Ik had straks, moest ik een klein filmpje inspreken en toen corrigeerde jij mij daarna van ja, ik heb niet helemaal de zilveren camera gewonnen, maar dan moet ik iets nuanceren. Ja. Nou, je hebt nou de ruimte om het te nuanceren. Nou ja, de zilveren camera is eigenlijk de meest prestigieuze prijs in Nederland als het gaat over fotojournalistiek. En dat is, je hebt één overall prijs, de zilveren camera, maar je hebt daaronder heb je sportfotografie, binnenlands documentair, binnenlands nieuws en ook personen in het nieuws. En er zijn dus een hele hoop categorieën die vallen onder Nederlands journalistiek. En ik heb ingezonden, omdat dat mijn werk is in personen in het nieuws. Mm-hmm. En daar hebben ze me dan eervol onderscheiden met een eerste prijs. Nou, dat is toch fantastisch. Ik bedoel, het was breed uitgemeten in de media ook. Ja, klopt, ja. Ja. Hoe ging dat in zijn werking zaterdag? Want alle schijnwerpers stonden op jou gericht natuurlijk. Ja, nou, ik ben 8 keer genomineerd. Ik heb hem ooit een keer eerder gewonnen. Het is gewoon een eervolle prijs is het. Mijn moeder zei een aantal jaar geleden van, jongen, ooit zou je de gouden camera gaan winnen. Waarop ik moest uitleggen dat dat geen prijs is in Nederland. Die bestaat niet. Die bestaat niet, nee. Maar eigenlijk gaat het, je zendt zelf in. Je mag een x-aantal beelden mag je zelf inzenden waar je achter staat. En ik had een setje van 5 foto's waar ik een goed gevoel bij had. En één daarvan, die wordt dan uitgezonden samen met 3 anderen, of we zijn met z'n 3. En vervolgens is op zaterdag groot feest, komen alle fotojournalisten van Nederland komen daar bij elkaar in een soort van nest. Het is een vrij... een vrij eenzaam beroep. Je bent altijd in je eentje onderweg, of in het buitenland, of in Nederland. En als lotgenoten tref je elkaar dan tijdens zo'n feest. En het is ook een hele een wereld waar je elkaar het beste gunt. Van, je hebt een prachtige, prachtige opdracht gemaakt. Nou heb je die erkenning gekregen, zeg maar. En je hebt, sterker nog, je hebt meerdere erkenningen gehad. Dus ze hebben je letterlijk op het vizier staan. Wat doet dat met je? Wat brengt jou dat ook uiteindelijk? Het brengt me hier, sowieso. Ja, een van de dingen. Ja. Hoogtepunt? Dat is sowieso een hoogtepunt. Ja, ja, ja. Het is vooral gewoon een hele mooie, eervolle onderscheiding. 10.000 foto's ingestuurd door 550 fotografen. En dan word je samen met 40 anderen word je dus uitgezocht. En dan win je in een van die categorieën. Dus dat is gewoon een hele mooie veer in je reet. Ja, bevestiging dat je mooi werk maakt waar ik helemaal achter sta. Dus Oké, maar dat streelt in eerste instantie dus je ego, begrijp zeker, ik. Maar zeker. Brengt het je ook meer dan alleen ego? Gaat het ook je meer opdrachten leveren of niet? Dat is altijd lastig. Andere nominaties, dat mensen feliciteren je. Wow, fantastisch en ongelooflijk goed. En dan 14 dagen later hoor je er niks meer van. Dan is het stilte. Spreken. Dan is het in het stilte. Dus het gat. Het is inderdaad vooral heel leuk voor de huidige opdrachtgevers, die daarmee pochen. Zeggen van, hey, dat is onze jongen, die heeft daar iets mee gewonnen. De Volkskrant vindt het heel leuk om dat te gebruiken. Ze waren ook aanwezig tijdens die avond. En voor de verdere rest is het gewoon één grote bevestiging. Dat is het vooral. Ja. Gewoon dus doorgaan daarmee. Ja, dus. Ja, klopt. Hey, maar nou is wel grappig. Jullie hebben natuurlijk al één overlappende factor en dat zijn mensen. Nee, jij kijkt heel veel naar mensen. Schrijf daarover, ook in Volkskrant magazine. Dat is wat jullie allebei hebben. Hoe kijken jullie naar mensen? Waar baseren jullie, zeg maar, jullie oordeel op? Of, om jou te beginnen, Arno. Ik hoop, ja. Kijk, in de Volkskrant, ik heb elke week een klein cursiefje in het Volkskrant magazine, waarin ik zeg maar de kleding langs de meetlat leg. Ja, dan heb ik een taak, zeg maar. Maar ik loop niet door de straten van Eindhoven of Amsterdam met die blik. Dus dan kijk ik er anders naar en dan zoek ik naar iets waar ik wat mee kan als schrijvende. Verder kijk ik ben niet beroepsgedeformeerd dat ik bij iedereen kijk wat voor schoenen ze aan hebben of wat voor broek ze aan hebben. Ik kijk niet anders naar mensen dan jij daarnaar kijkt, denk ik. Mm-hmm. Ik ben geen fotograaf. Ik heb niet de hele tijd een kader rondom een lijstje rondom een blik. Ik weet trouwens helemaal niet of jij dat wel hebt. Ja, dat heb ik wel. Ja, daar heb jij wel een kader. Ja, we hadden inderdaad net ook even een
gesprek erover, maar dat ik ben bijvoorbeeld heel erg blij dat ik geen muziek maak. Want steeds als ik nu naar muziek zou luisteren, zou ik het gaan analyseren. En dan zou je dus het stuk maken, zeg maar, de lading. Met fotografie heb ik dat niet meer. Ik moet het de hele tijd analyseren. Je loopt over straat, je loopt door een mooie stad. Ik ben de hele tijd automatisch bij je bezig met kaders of met mensen die opvallen. Een mooie jas die iemand aan heeft, een bleke huid. Dus jij screent letterlijk gewoon de mensen op straat en vindt daar iets van? Daar haal ik een kick uit eigenlijk. Dat en dan? Maak je foto of loop je maar door? Nee, dat hoeft niet eens. Gewoon een mentale foto. Mensen kijken, mensen observeren. Ja. Soms heb ik het wel in de gaten dat mensen dan weer raar naar mij kijken. Van, ja, dat vind ik niet zo gek. Als je de hele tijd zo staat. En dan wil ik bijna gaan uitleggen. Ik ben geen viezerik, ik ben gewoon een... Ik vind je heel mooi. Nee, een fotograaf. Nee, die kennen we. Ja. Nee, mijn specialiteit is heel lang oude mannetjes geweest. Dus dat was ook weer heel raar. Oh, daar heb je het al. Maar, ja. Dat is nog wel veilig, Tom. Dat was wel veilig, ja. Dat is voor je het bekijkt. Nou ja, goed, laten we de brug slaan naar de volgende gast die we hebben. Dat gaat ook uiteindelijk alleen maar over mensen. Maar mensen en geluk in dit geval. Dus Mariska, zou je de volgende gast kunnen aankondigen? Ambassador of Happiness and Quality of Life. Zo reist hij de wereld rond. Schrijver en inspirator. Hij schreef onder andere 20 Wegen naar Geluk, The World Book of Love en The World Book of Hope. Maar daarnaast is hij ook een improvisator. Want op het laatste moment kon hij vandaag nog bij ons zijn. En dat is echt geluk hebben. Hij kreeg Matthijs van Nieuwkerk 2 minuten stil. En een klavertje 4 verbleek bij hem. Dames en heren, Leo Bormans. Hallo. Welkom, Leo. Ja, we moeten misschien een klein beetje... Gaat het zo? Ja. Nee, dat gaat goed zo. Gezellig. Ja, gewoon aan de mooie XI-tafel. Nou, laten we beginnen met ook de stellingen voor te leggen voor jou. En we mogen elkaar toetwaaieren, hadden we afgesproken van tevoren. Dus laat ik er meteen mee beginnen. Overigens, dank ook voor de flexibiliteit vandaag. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Verandering of vernieuwing? Verandering. Massa of individu? Individu. Hutspot of Vlaamse pot? Wat is dit? Ja, hutspot of Vlaamse pot? Dat weet ik niet. Ik ga maar voor hutspot. Ja. Hutspot, oké. Okay. Nou, daar gaan we sowieso op terugkomen. Humor of seks? Humor. Vallen of opstaan? Vallen. Wetenschap of veronderstelling? Wetenschap. Nou, er zijn wel een paar dingen waar we volgens mij nog heel even op moeten terugkomen. Laten we bij de eerste beginnen. Verandering of nieuw? Verandering, heel volmondig verandering. Ja, men maakt ons wijs dat we in een crisis leven, maar we leven helemaal niet in een crisis. Een crisis wil zeggen, we zitten in situatie A, crisis, en dan gaan we terug naar situatie A. Dat is een crisis. Maar we gaan nooit terug naar situatie A. We zitten in permanente verandering. A, B, C, D. Eén keer dat je dat weet, ben je meester van je leven. Maar er zijn mensen die ons proberen wijs te maken dat we in een crisis leven. Dan zijn we slachtoffer, dan zijn we bang. Maar als je weet dat je voor verandering staat, dan is dat best uitdagend. Ja. Oké, okay, dat is helder. Dus ik kwam echt op me af. Ja, ik mag daarover spreken in heel de wereld, over verandering. Dat is nu net wat de kern van geluk is. Dat wij verschillen allemaal en wij veranderen allemaal. Maar pretenderen wij niet dat de crisis al lang alweer voorbij is en dat we alweer helemaal weer terug bij A zijn? Ja, maar dat is dan een illusie, hè? Want die veranderingen volgen elkaar heel snel op en wij denken de hele tijd dat we aan het einde van de rit zitten, maar we zitten in permanente verandering, dat is nu helemaal zo. En het is prettig om dat te beseffen, dat het nooit voorbij zal zijn, dat er altijd morgen is. En bij vallen en opstaan gaf je heel duidelijk aan vallen. En dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Ja, dan kan je daar niet meer opstaan, ja. Nou ja, als je... Er zijn mensen die denken dat het leven alleen maar opstaan is en rechtop lopen en zo, maar het is net uit vallen dat we leren, namelijk waar je best maar de volgende keer voor uitkijkt. Ja. Mm-hmm. Humor of seks, en dat was ook weer volmondig humor. Ja, ik vind het allebei wel leuk, maar als ik mag kiezen, dan wil ik toch eerst de humor. Ja, de seks komt nadien wel. Ja, dat is de volgorde. Maar weet je nou niet wat hutspot is, of... Ik weet het eigenlijk niet. Nee, wat is het? Dat is een wortelstamp, zeggen wij hier. Dat is een... Ik reis op dit moment door Nederland en ik zie 10.000 mensen in de zalen deze week. En heerlijk. En ik leer elke dag opnieuw
nieuwe woorden. Ik hoor net weer reet in de, veer in de reet, of wat zei u nou? Veer in de reet, hallo over. Is dat pluimen in uw gat? Is dat zelf? Hetzelfde denk ik, ja. Nou, ik leer weer wat. Ja. Ik denk dat veer in de reet pijn doet, maar pluimen in de gat niet. Nee. Pluimen zijn iets kleiner, denk ik. Ah, ja, nou, dat is gewoon leuk. Dus eigenlijk is 24 uur vonkt ook gewoon meteen een educatief programma. Ja. Dus, ja. Schrijven we mee? Ja, ja, ik moet mij verontschuldigen voor mijn Vlaams. Dat is een handicap waarmee ik ben geboren. Nou, dat is valse bescheidenheid, denk ik. Dat is waar. Ja, nee, dat vind ik ook. Dus laten we het dan vooral meteen over het geluk hebben. Want ja, het is misschien een vraag die veel gesteld wordt, maar ik heb hem ook nog steeds nog onbeantwoord. Hoe meet je at the end gewoon geluk? Ja, dat was voor mij ook een ontdekking. Ik wist niks over geluk. Er blijken 3000 professoren wereldwijd te zijn die geluk bestuderen. Dat is nog maar de laatste 10, 20 jaar dat men dat doet. Men heeft voordien altijd bestudeerd wat mensen ongelukkig maakt. Daar weten we alles van. Schizofrenie, pathologie, autisme, spectrumstoornissen. Maar wat mensen gelukkig maakt, dat hadden we eigenlijk niet bestudeerd. En het is net prettig om dat te ontdekken. Dat je dat, en het is meetbaar, absoluut is het meetbaar. Men zegt mij dan, ja, maar dat is toch een heel subjectief gevoel. Ja, ik had onlangs mijn schouder gebroken. En ik kom op de spoeddienst en die chirurg zei, hoeveel pijn heb jij op een schaal van 10? Ik zeg, ja, 6. Maar ik had even goed 4 of 8 kunnen zeggen. En hij bood een hele pillenindustrie en operatie op dat hele subjectief gevoel. Nu, pijn is een subjectief gevoel. Geluk is ook een subjectief gevoel, maar het is niet dat we daar niet zo kunnen meten en niet mee kunnen omgaan. Als je dat is statistisch. Dus London School of Economics heeft daar allerlei parameters voor ontwikkeld die redelijk betrouwbaar zijn. Ja. En hoe scoren wij als Nederlanders? De Nederlanders doen het altijd heel goed, top 5, altijd. En dan bellen altijd journalisten mee op om te zeggen, oh meneer Bomans, hoe komt dat dat wij toch weer in die top 5 van die gelukkige landen staan, want wij zijn toch dat land van die chagrijnige mopperaars. Ik zeg, ja, jij wel, maar de rest van Nederland blijkbaar niet. Ja, journalisten zijn gaan denken dat als ze zich in het zwart kleden en in Hilversum rondlopen, dat ze weten hoe de gemiddelde Nederlander denkt. Ik denk dat niet. Hoe zit het met jouw geluk, Arno? Nou ja, ik zou er geen cijfer aan durven geven, maar ik ben op zich vrij opgewekt. Ja. En ook optimistisch, dus ik verwacht dat ik dat morgen ook nog ben. Ja, want daar relateer jij geluk wel aan? Dat je happy moet zijn, positief, optimistisch? Nou, het helpt om vooral na dat vallen op te gaan staan. In die zin vallen we allemaal wel. Als je optimistisch bent, dan gaat dat misschien wat sneller. Maar wat is jouw grootste val geweest om daarna gelukkig te worden? God. Nou, had hij er ook mee te maken? Wat? Sorry? Had hij er ook mee te maken? Nee, ik weet niet. Ja, ik wil graag een eerlijk antwoord geven. En nou, zakelijk heb ik behoorlijk scheve schaatsen gereden. Ja. Maar ja, weet je, dat zijn allemaal. Dat zijn vrij relatieve. Althans, vind ik. Misschien dat er hier een ondernemer zit met 5 faillissementen die er anders over denkt. Maar dat zijn allemaal relatieve vormen van ongeluk, wat mij betreft. Het echte ongeluk speelt zich. Of geluk speelt zich af in de persoonlijke sfeer. Ja. Wat mij betreft althans. En op dat terrein heb ik weinig klaar. Ja. En is het dan ook zo dat je dat kan relateren aan bijvoorbeeld Esquire? Hè? Je bent hoofddirecteur van de Esquire. Ja. De crisis heeft ook jullie geraakt. Nou, zegt dat wel, ja. Ja. Nou, ja. En niet om maar even een pijnpunt aan te halen, maar het kan ook een ambitie zijn om je uit dat dal te krijgen en te halen. Hoe ga je ermee om? Als je dan ziet dat de kijk, of nee, ik wou zeggen de kijkcijfers, maar dat is natuurlijk het probleem. De kijkcijfers gaan omhoog en de leescijfers gaan algemeen omlaag. Exact, en met boeken gaat het trouwens wel goed. Het tijdschrift, dus het papieren tijdschrift, maakt zware tijden mee. Dat dobbert inderdaad op een moeilijke zee. Online gaat dat wel crescendo. Dus dat compenseert elkaar ook alweer. Ja. Ja. Maar hoe verhoudt zich dat? Ik bedoel, onlangs weet ik dat jullie 30.000 bladen per week of per maand verkochten. Ja. Hoe was dat ooit? Ja, nou, het zijn er minder dan 30.000 inmiddels hoor. Dat gaat echt heel. Die kiosk is echt een. Een ramp. Ja, dat is wel een boksring, ja. Dus daar worden wel allerlei bladen uitgeslagen. Maar goed, er zijn er ook heel veel. Hè. Alles is relatief. Er zijn in Nederland meer tijdschriften in absolute zin dan in een land als Duitsland. Waar, zoals we weten, veel meer mensen wonen. We hebben gewoon heel veel tijdschriften. En dat is besteed inderdaad. Dus ik ben altijd een wand. Gevuld met papier. Ja, dat blijft. Alles papier. Ja. Dat heeft een beetje te maken met de verzuiling. Iedereen heeft zelfs een eigen tijdschrift. Vlaanderen bijvoorbeeld heeft dat veel minder. België heeft dat veel minder. We hebben veel minder tijdschriften, in absolute zin. Dus daar heeft het een beetje mee te maken. Maar het is ook, ja, wij vinden het ook gewoon leuk om tijdschriften te maken. Ja. En iets minder tegenwoordig om te lezen. Tijdschriften, want... Ja, want jouw boek die gaat wel als een speer. Trein. Als een trein. Ja.
Ja, nou, dat is mooi, toch? Ook een relatieve trein, moet ik zeggen. Astrid Holleder verkoopt er meer, maar hij doet het tot mijn oprechte verbazing vrij goed, ja. Ja, maar als appels en peren blijken, dan zou ik zeggen Killer Body, dat gaat op nummer 1 en 2. Dat gaat ook over uiterlijk van de mens. Ja, dat van de vrouw. Zelfs boven maar, de 100.000. Ja, maar dat gaat over vrouwen. Dat, ja, dat is toch een groot verschil, hè? Ja, dat is een heel andere markt. Ja. Daar weet ik ook weinig van af, van Killer Bodies. Althans, ik zou er weinig over doen. Maar dat is ja, vrouwen en lichaam. Is een, ja. Ik dacht mannen en mode, dat wordt lastig, denk ik. Mijn uitgever, een Eindhovenaar, ja. Overs, Joost Nijssen. Ja, podium. Ja, zoon van de Philipsman. Die was heel enthousiast. En, dus die kreeg me ook enthousiast. En ik dacht, ja, mannen en mode. En dan lezen. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die mannen eigenlijk niet doen. Hè? Anders dan over voetbal of hobby's. Hè? Boten en vliegvissen. Auto's. Of auto's. Dus ik denk, het loopt er heel goed. Ja. Hoe zit het met jouw ambities en boeken? Hè? Je hebt... En geluk. En geluk. Geluk, foto's, boeken. Hoe gaat dat bij jou gebundeld worden in de toekomst? Of misschien al heel snel? Nou, ik hoor wat je zegt als het gaat over... Wat er gebeurt in Nederland met drukwerk, dat wordt gewoon steeds lastiger om daar ook als fotograaf gewoon je geld mee te verdienen. Een tijd geleden, de Volkskrant bijvoorbeeld, die valt onder de persgroep, grote Belgische vader eigenlijk van een hele hoop Nederlandse tijdschriften inmiddels. Die hebben een soort van nieuw werkcontract opgesteld voor hun freelancers, waardoor je eigenlijk maken van zijn foto, waarmee ik dan nu heel erg eervol heb gewonnen. Nou, dan kun je ongeveer één keer van naar de Albert Heijn, zeg maar. Ja, dan krijg je een hele hoop, ben jij de beste fotograaf van Nederland, ongelooflijk. Maar vervolgens sta je weer thuis met de Albert Heijn en denk je, oké, ik moet toch op een andere manier mijn geld zien te verdienen. Hoeveel krijg je ervoor dan? Wat denk je? Ik weet niet, ik weet niet wat je koopt bij de Albert Heijn. 200 euro? Ik doe behoorlijke boodschappen, ja, ja. Ik denk 200 euro, denk ik. Ja, 170, ja, ja. En dan... Gewoon voor je uren, dus ik rij naar Den Haag, wacht daar een uur, bouw op, rij. Terug naar Eindhoven, uur bewerken, dus met de halve dag minstens ben je daarmee bezig. En waarom doe je het dan? Omdat het fantastisch is. Waarom? Ja. Het is echt verschrikkelijk mooi. Ja, en dat is echt al het geld waard. Ja. Ja. En je moet gewoon zorgen dat je... Dus geld is totaal speelt geen rol gewoon? Niet in die tak van mijn werk, nee. Ik bedoel, ik heb ook een... droom, zeg maar, dat is ook een stukje geluk. Hè. Dus je kunt dromen en als je daar naar kan gaan leven. Nou, maak ons deelgenoot van jouw droom. Ja, dat eruit. Als dat ook gaat over ambitie, lijkt mij, ik ben ook naast dat ik probeer een emotioneel fotograaf te zijn, en dan bedoel ik het vangen van een emotie, dat vind ik het meest fantastische bij mensen. Want volgens mij raak je daar nooit op uitgekeken, op mensen en op hun emoties en hun uitdrukkingen. En wereldwijd, ik ben altijd verbaasd gewoon als ik een nummer van iemand krijg van oké, Mike, je mag deze man of vrouw gaan fotograferen, dan gaat de voordeur open, kom maar binnen. En je loopt iemands privéleven in en je mag daar iemand in de slaapkamer fotograferen of je mag gaan zeggen oké, kun je een andere jas aantrekken? Oké, uiteraard. En uiteindelijk kun je iemand kwetsbaars vangen. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Mm-hmm. Zo zal ik ook zeker door blijven gaan. Maar ik hoor ook dat je een andere laag van jouw creativiteit aanboort om wel... ondernemerschap te kunnen bedrijven. Dat is het inderdaad, ja. Ja. Er schuilt in mij ook gewoon een gezonde ondernemer. En ik ben ook technisch, vind ik, de innovatie binnen fotografie en binnen media, land, vind ik heel erg gaaf, vind ik heel erg interessant. Zo zijn er een aantal zijsporen die ik aan ben gegaan. Een of ander was een tijd geleden voor de Volkskrant, zeiden ze, hoe kunnen we dat online platform nou beter maken? Mm-hmm. Dus toen ben ik eigenlijk teruggegaan naar, ik hou van fotograferen. Tegenwoordig kun je eigenlijk best wel makkelijk op dezelfde manier van iets een foto maken, maar ook een filmpje maken. Dacht ik van, als we nou bewegende foto's gaan maken. Gewoon, iemand staat in de regen in Ethiopië, dat is misschien het verkeerde land, maar Bangladesh. En ik ben met regen in Ethiopië geweest trouwens. Okay, fascinerend ook. Maar, en gewoon beweging. Gewoon het laten regenen, iemand in de lens laten kijken. En die foto staat gedrukt in de Volkskrant, maar die foto staat ook online. En ineens komt die tot leven. Nou, daar heb ik een heel project mee gedaan. Daar waren andere budgetten voor, andere... Dus ineens waren collega's aan het vechten voor rechten. En ik was al aan het zoeken naar nieuwe manieren om mijn geld binnen het fotografie te verdienen eigenlijk. Mm-hmm. Zo is een tijd geleden een heel andere tak.
is de, een partner van me waar ik wel samen mee werkte, oud-directeur Mini Nederland. Een echte een hardcore zakenman. Die zei tegen mij van, Mike, je bent ook altijd aan het spelen met drone'tjes en GoPro-cameraatjes en techniek. En wat nou als wij een fotostudio uitvinden waarbij we een auto op superhoge kwaliteit binnen een half uur kunnen fotograferen? En nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan en die bestaan niet. En dat kost normaal gesproken heel veel tijd, begrijp ik? Ja, als je het high-end wil doen, hè, dus echt fashion en brochure, nou, dat kost €30.000, heb je 3 foto's en dan een hele dag met 30 man ben je ze maar bezig. Dus voor een merk, dus heb ik het niet over garagebedrijven, maar echt over importeurs, is dat gewoon niet mogelijk om lokale modellen of Nederlandse edities... Maar daar heb jij iets voor ontwikkeld? Waardoor dat proces versneld wordt, begrijp ik. Exact, ja. Ja. We hebben Kun je dat even in één volle zin ook je pitchen? Om maar even een, pitchen, ja, nee, dat is zeker. Ja. De automarkt is super conservatief. Die zijn al jaren en dag zijn ze aan het investeren in stenen. En ze hebben gewoon nooit nagedacht over de online wedstrijd. Maar en alle andere dingen, zoals reizen, Airbnb. Want ik koop mijn wasmachine online, bij spreken. En auto's fotograferen is altijd heel lastig geweest. Dus wat als waar, waar zit in die ja, het is gewoon een heel groot glimmend ding met allerlei hoeken en randen. En, maar wat maakt dat dan lastig omdat hij zo groot en glimmend en hoekig is? En dat in het fotografie bestaat bepaalde wetten die toch lastig zijn. Dan moet je toch een vakidioot voor zijn, wil je die kunnen vangen. Dus we hebben eigenlijk een machine uitgevonden die dat voor die mensen kan doen. Dus eigenlijk een hele grote kopieermachine eigenlijk waar je een auto in kan rijden. Waar je dus, waar ik een operator kan leren om op heel hoog niveau, heel snel foto's te maken. En dat is weer terug te linken naar mijn vak als portretfotograaf. Daar ben ik altijd bezig met het vangen van emotie, want dat raakt. Maar heb je dat gepatenteerd of zo? Want voor je het weet, dat is echt super lastig. Dat is een hele andere strijd. Want je bent jezelf aan het innoveren, zeg maar. Ja. Dus je hebt je grenzen verlegd om dit te kunnen doen. Ja, ja, juist, juist, absoluut. En nogmaals, ik doe het niet in mijn eentje. Ik doe gewoon het hele technische deel en het, het maken van het beeld eigenlijk. Maar wij merken ook dat als je dat traject in zou gaan van patenteren, dat gewoon een hele lastige is. Ja. Ze zeggen, er is maar één manier, ze moeten je achterlichten zien. Dat is het enige. Dus we hebben er software bij ontwikkeld. We hebben er, het is best een technisch ding geworden. Nou, je moet gewoon zorgen dat je continu voorop blijft rijden. Juist. Ja, ja. Want hoe zit het met innoveren in geluk? Kan daar ook in geïnnoveerd worden? We doen niet anders. Het is elke dag. Elke dag vinden we dat geluk uit. Er is niet zoiets als de gouden formule, the secret of happiness. Dat bestaat natuurlijk niet. Ieder werkt daar elke dag aan op zijn manier. Maar ik was heel geïntrigeerd door die modebesef, dat modebesef van Nederlanders. Hè. Dat is enorm. Ik was een lezing aan het geven voor 200 ondernemers. Er komt een man naar me toe, Nadine, en die zegt van, geweldig interessante lezing, zegt hij, maar dat pak dat je aan hebt, dat zit jou helemaal niet. En ik ging naar huis met een nieuw pak dat ik wel zelf betaald heb, maar het was een meester kleermaker, maar ik heb er wel €800 voor betaald. Maar hij zei, dat moet je doen. Er kwam een vrouw naar me toe een paar weken geleden en die zei, meneer Bouwman, zei ze, u hebt de hele avond over geluk gesproken, maar uzelf, u ziet er zo'n weemoedige man uit. Ik zeg, mevrouw, weemoed is de spiegel van mijn ziel, dat zoek ik zomaar uit mijn kast. Nee, 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 zei ze, je moet eens een ander hemd gaan kopen, want de kleur van uw hemd past niet bij uw gezicht. Ik zeg, mevrouw, waar hebt u dat gelezen? Ze zei niet Esquire, maar ze zei, ja, ik zeg, als ik nu een ander hemd aandoe, gaat mijn weemoed dan ook weg? En daar had ze gelukkig geen antwoord op. We hebben allemaal recht op onze weemoed, op onze pijn, op ons verdriet. En dat kunnen we niet wegstoppen achter een gekleurd hemd of achter een beetje façade. Nee, dat is elke dag. Is dat zo, Arno? Nou ja, ongetwijfeld nee. Ja. Want de vraag is of je met een schoon overhemd je weemoed... Nee, dat neem je niet weg. Of welke andere eigenschap dan ook. Nee, kun je niet verbergen. Kun je misschien wel meer kleuren geven. Nou, kijk, de mode of stijl. Nou, stijl is breder. Mijn boek gaat ook meer over stijl dan over mode. Maar dat gaat natuurlijk heel erg over de buitenkant. Alleen maar de buitenkant. Het idee is wel dat die buitenkant is dat waar wij naar kijken. En dat zegt verder niet zo heel veel over de binnenkant. Maar ik vind als je dan
Doe dan in ieder geval een beetje je best om er een beetje knap uit te zien. Dat is een beetje mijn... Ja, dat denk ik dat ook wel klopt. Maar het gaat in wezen om de binnenkant van een mens. Hè. En als hij zijn stijl wat kan kiezen als hij zichzelf is. Maar je mag niet vergeten dat heel veel mensen zich alleen nog focussen op die buitenkant. Hè, op die fake book toestanden van altijd maar die buitenkant. Hè. Al mijn vrienden staan altijd maar cupcakes te bakken op Facebook. Ik nooit. En dat is, door een duur gaat de mens zich nog schuldig voelen als hij niet de hele dag happy is. Hè. We zijn gaan denken dat happiness hetzelfde is als je happy voelen. Maar dat is niet zo. Hè. We zien in dat nieuwe geluksonderzoek, en daarover gaat dat nieuwe boek, Geluk 2.0, is een overzicht van de meest recente onderzoeken die we hebben. Leiden. En daarin zie je bijvoorbeeld dat dat heel eenzijdige focus op alleen maar positieve dingen, dat ons dat niet altijd gelukkig maakt. We zien vaak dat we tranen in de ogen krijgen van geluk bijvoorbeeld. Dat toont net aan dat het gaat over een mixed emotion. Mm-hmm. Dat geluk en verdriet geen tegenstelden zijn, maar dat die deel uitmaken van een scala van emoties. Iemand die diep verdrietig kan zijn, kan ook diep gelukkig zijn. Mm-hmm. Dat alleen maar happy is dan wezen. Ik rijd echt niet met mijn auto vol ballonnen door het land. Hè. Daar gaat het niet over. Hè. Nee. Maar je hebt dit boek aan een aantal wereldleiders mogen uitreiken. Herman Van Rompuy, de vorige Europese voorzitter, heeft dat cadeau gedaan aan 200 wereldleiders. Barack Obama, Poetin, Merkel, die hebben dat boek gekregen. Ja, hebben ze het ook daadwerkelijk gelezen, denk dat je? Dat weet ik niet, maar ik heb het wel... Ja, hij heeft het verstuurd. Dus en daarvoor hebben zij een handtekening moeten zetten dat ze het ontvangen hebben. Dus ik weet niet of Obama het gelezen heeft, maar ik heb wel een handtekening dat hij het ontvangen heeft. Maar dat was de 1.0-versie. Wat is nou het verschil met de 2.0-versie? Wat is nou dat is het meest recente onderzoek. Het eerste boek is verschenen in 2010. En ondertussen hebben we verfijnd onderzoek naar wat geluk precies is. Hè. Er zijn duizenden professoren mee bezig om dat te onderzoeken. En dus wat er de voorbije 5 jaar is onderzocht, is het nieuwe onderzoek wat hierin staat. Meer dan de helft van het boek is vernieuwd. En dat levert ons nieuwe inzichten op, ja, op heel veel domeinen. Op economisch vlak, ondernemersvlak, persoonlijk vlak, ook op het vlak van genetica en zo zijn er heel veel nieuwe inzichten rond geluk. Ja. En altijd blijft daarbij dat geluk een beetje maakbaar is. Hè. Daarom ben ik ook in Eindhoven heel actief. We hebben de geluksplekken in Eindhoven. Hè. We hebben dan 25 geluksplekken hier in Eindhoven. Heb jij je mogen selecteren? Ja, toch? Ja, het is een project van mij. Ik heb samen met Park Theater en Fontys Hogeschool hebben de studenten de straten op gestuurd en de inwoners van Eindhoven hebben hun plekken van geluk genomineerd. Ik ben die allemaal gaan bezoeken en ik ben echt verliefd geworden op die stad, wat hier allemaal te zien is. Maar als je die geluksplekken gaat bezoeken, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik wist helemaal niet dat die plek hier was. We hebben ze ontdekt, het zijn kleine pareltjes, maar dat gaat zowel aan een centrum als de Grote Beken, mensen met psychische problemen, als een klein winkeltje als Twinkelbel of een park of de fruittuin van Philips. We hebben al die dingen, een kapelletje, maar zo'n bijzondere dingen, maar die geluksplekken gaan er niet om dat je daar op een bankje kan gaan zitten en denken dat je gelukkig wordt. Er zijn telkens 3 interventies die je daar kan doen. En als je die doet, dan word je een beetje gelukkiger van. Want geluk heeft een actieve component. Hè. Je zit niet te wachten tot de zon schijnt. Je gaat op een bankje zitten als de zon schijnt. Je onderneemt een actie. En dat is nu net het leuke wat we doen. We verbinden die dingen. En studenten van de Fontys Hogeschool hebben deze week hier een project voorgesteld waarin ze al die plekken hadden verbonden. En dan plots zie je dat het fruitsap van de fruittuin wordt geschonken in de bibliotheek en al die plekken zijn elkaar gaan vinden en ontdekken. Dat is bijzonder net ontstaan. Maar heeft het niet een ontzettend zweverig gehalte? Of absoluut niet. Als er iets is wat geluk niet is, dan is het zweverig. Hè? Okay. Men denkt dikwijls, maar de harde sector moet ons voorbereiden op de rat race van het leven. Noem mij eens iets wat leuk is in de rat race van het leven. Ik ken zo niks. Hè? Als dat soft is, dan kies ik graag voor die softe sector. Maar een van de geluksplekken is de high-tech campus. Hè? Ik ga het bezoeken en je zal ontdekken dat dat niks met soft te maken heeft. Dan zijn met software. Ja. Wat is jullie geluksplek in Eindhoven? Jullie hebben ook allebei liefde voor deze stad, begreep ik. Arno? Philips Stadion. Daar heb ik in ieder geval mijn meeste uitbarstingen van geluk gehad. De laatste tijd wat minder overigens. De laatste tijd als in dit seizoen bedoel je? Nou, dit seizoen sowieso. Maar daar kom ik al van jongens af aan. En doelpunten of sport überhaupt zijn natuurlijk explosies of eenmalige explosies van geluk. Ja, en sommige doelpunten staan maar ook nog helder voor de geest. Dus dat is het eerste wat ik nu bedenk. Oké, maar doe dan ook nog eens een tweede erbij. Want jij bent natuurlijk, je woont in Amsterdam. Ja, ik heb hier nooit gewoond, ik kom uit Gemert. Maar ik kan me nog even kijken naar een worstenbroodje in een zaak
waarvan ik eigenlijk niet meer weet hoe die heet, maar dat was echt zo'n lekker worstenbroodje. Dat was lekker. En dat was onlangs? Of dan? Nee, nee, het is heel lang geleden. Nee, mijn geheugen, anders had ik het nog wel geweten. Dat is een jaar of 10 geleden. Toen had ik hier, en ik woon in Amsterdam, 28 jaar, 27 jaar. En toen kwam ik na lange tijd weer eens Eindhoven en toen was er een bakkerij en had ik een worstenbroodje. En toen kreeg je een keer zo'n... Ja, ook is ondertussen wel wat veranderd in Eindhoven toch? Je moet toch eens de tijd nemen om af en toe iets anders aan een worstenbroodje te gaan eten. Die worstenbroodjes zijn er gelukkig nog steeds. En worstenbroodje is, dat zal ermee te maken hebben gehad, voor mij een metafoor voor Brabant. Dus ik kwam ook weer terug in Brabant. En tegenwoordig verkopen ze worstenbroodje bij de Jumbo. En een worstenbroodje is natuurlijk verder, dat klinkt vrij triviaal. Maar ik vond dat op dat moment een klein moment van gelukzaligheid. En voor jou? Ja, ook een worstenbroodje of is dat een... Nee, toevallig precies hetzelfde. Het is echt, ik ben al mijn leven lang hier in Eindhoven aan het rondlopen en ik merk dat dat gewoon verandert. Het ene jaar is het in mijn huis, aanschrijpers in het oude Philipsdorp. Dan is het het Sexy C, juist een broednest van jonge ondernemers die me weer een andere visie op Eindhoven geven. Maar dan ben ik op bezoek bij mijn... oude oma, zo dement als een paling in de Passaat. En die maakte een grap over vroeger. En nog geen 3 seconden later weer. En dan denk ik, oh, fantastisch, dit is mijn thuis, dit is mijn Eindhoven. Dus het zit hem niet echt in iets iconisch, maar meer in wikkend bezoek. Maar waarom wordt Eindhoven, ik las een stuk van een interview van jou. Waarom is Eindhoven zo ondergewaardeerd? Hoe komt dat? We zoeken naar geluksplekken, die zijn 25 stuks geselecteerd. Ja, maar het beleid heeft ook keuzes gemaakt. De hele gemeenteraad heeft mijn boek cadeau gekregen voor het nieuwjaar. Dus er wordt echt over nagedacht om kwaliteit van het leven, daar gaat het over. Het gaat niet over je moet niet de hele stad vol ballonnen hangen en vol smileys. Het gaat eigenlijk over kwaliteit van leven en die is vrij hoog. En jullie zijn best een fier volk, vind ik, om die regio... te doen groeien. Dat is echt de groei die hier overal zit. Daar praten mensen veel over. Maar ik was overal blij verrast. Ik kom in zo'n klein buurthuis, de Bellefort, waar mensen gewoon creatief bezig zijn. Of je komt in zo'n atelier als Boeiende Kunst in de Kruisstraat, waar dan mensen met een geestelijke moeilijk hebben, zitten te schilderen. Maar met zo'n openheid met jou spreken, dat het mij telkens ontroert. Om ja, maar dat kan ik in een ander dorp toch ook... Ja, maar waar jullie... Ja, dat, ik ga ook hier niet zeggen dat jullie het Walhalla zijn, dat zeg ik niet. Maar wat jullie wel doen, vind ik op een sterke manier verbindend zijn. Verbindend, openstaan voor andere mensen. Maar is dat het verschil met Eindhoven ten opzichte van andere steden dan? Of dat, zo? Ik durf daar niet veel over zeggen. De Nederlanders op zich zijn eigenlijk heel open van aard. Het grootste... Waarom jullie altijd in de top 5 zitten, is net omdat jullie elkaar vertrouwen. En de instellingen vertrouwen. Jullie willen dat zelf niet geloven, maar wij staan in België altijd maar op top 20 of zoiets. En dan, als je aan een Belg vraagt, zijn andere mensen te vertrouwen, dan antwoordt 30-40% ja. Als je dat vraagt in Nederland, is dat 60-70%. In Scandinavische landen 80%. Wij zijn zelfverzekerder. Vertrouwen in elkaar, dat is de grootste voorspeller om gelukkig te zijn. Oké, maar dat is wel iets afgeweken van de vraag die ik stelde. Waarom is Eindhoven zo ondergewaardeerd? Want u had u aan hem gesteld. Nee, aan alle drie. Ja, je hebt de geluksplekken geselecteerd. Maar, nou kijk, Eindhoven heeft, wat ik het goede vind aan Eindhoven is dat toen de stad echt een beetje down and out was, toen Philips op zijn gat lag en zelfs naar Amsterdam vertrok, wat natuurlijk niet heel erg was, maar wel heel symbolisch een dolksteek was voor de stad Eindhoven. Toen ze Strijp S wilden slopen en dat oude industrieel erfgoed van Philips wilde de gemeente plat hebben, dan heeft het volk echt het recht in eigen hand genomen en ervoor gezorgd dat dat niet gebeurde. Dus het heeft echt zichzelf aan de haren uit het moeras getrokken. En je ziet nu Strijp S of de Witte Dame, of dat zijn allemaal prachtige gebouwen en iedereen... overal ter wereld vindt industrieel erfgoed echt de mooie plekken om iets nieuw creatief in te doen. En dat heeft echt het volk van Eindhoven, wat nog zo jong is, omdat Eindhoven natuurlijk pas eigenlijk 100 jaar, iets meer dan 100 jaar bestaat als stad. Mm-hmm. Het was in 1900 woonden hier 3000, iets meer dan 3000 mensen. Werd er nog gewoon op de buiskachel gekookt. Terwijl in Amsterdam had je al het Rijksmuseum, Concertgebouw. Eindhoven is een hele jonge stad. Met allemaal import. Het is alles wat hier zit in Eindhoven, is allemaal hooguit tweede of derde generatie. Want het komt allemaal uit Gelderland, Geldersdorp of uit Limburg. Ja, het Rensdorp, sorry. Of het komt uit Den Haag, de top van Philips.
En die mengelmoes heeft zichzelf echt tot stad gebonden, als het ware. En door, met name in die moeilijke jaren 80, toen Philips op zijn gat lag, zichzelf heruit te vinden. En dat heeft echt het volk van Eindhoven gedaan. En dat heeft niet de gemeente gedaan of het bedrijfsleven. En dat vind ik enorm een sterk eigenschap van deze stad. Ja. En dat zie je ook nu terug. Die stad die vindt zichzelf al jaren uit. Die high-tech campus, die er al een tijdje is. Zeker. Dat is natuurlijk, dat is een fantastisch creatief economisch kloppend hart. En dat vind je nergens ter wereld. In Amsterdam zouden ze moord doen voor zoiets als de high-tech campus. Ja, en die staat in Eindhoven. En dat is niet toevallig dat die hier staat. Het internationale daarvan. Hè? Het is ook de enige stad. We hebben hier nu in maart de Geluksweek. Hè? De geluk voor Eindhoven.nl. Ja. Eind maart. Ja, en het is de enige stad waarin ik in het Engels kom spreken. Voor de expats. Een hele Augustijnenkerk vol met mensen die naar een Engelse lezing komen over geluk. Dat zullen ze in andere steden niet voor elkaar krijgen. Maar jullie hebben dat internationale wel in. Maar dan ga ik toch weer even brutaal zijn, want dat wijkt toch weer af van mijn vraag. Want waarom is het dan nog zo ondergewaardeerd? Ik heb het idee dat het heel erg... Het wordt ook wel meer gewaardeerd dan het... Ja, is er wel een verandering? Ja. Jawel. Maar denk jij, Mike? Als ik er rondvraag bij mijn vrienden in de rest van Nederland, dan hoor je net geluiden van, wauw, jullie zijn echt lekker bezig in Eindhoven. Ik hoor goede dingen. Ik ben op bezoek geweest in Eindhoven. Ik was echt verbaasd. Wat is daar gebeurd de afgelopen jaren? Ja, wij zien het niet zo abrupt veranderen. Je ziet het gewoon geleidelijk veranderen. Mm-hmm. Ik vind het leuk dat veel van mijn designvrienden, want die heb je nogal snel als je hier in Eindhoven woont. Tegenwoordig, zeker. Ja. Is dat ze blijven hangen. En dat was wat je vroeger niet zo heel vaak hoorde. Zeg maar, meteen als eerste trein weg eruit naar Amsterdam, want daarin dat gebeurt het. En steeds meer hier ateliertjes openen. De mogelijkheden zijn ook enorm. Een advies om om die stad nog verder te laten bloeien, is een focus op kinderen. Om ervoor te zorgen dat het een stad is die kindvriendelijk is. Mm-hmm. Steden overal ter wereld die erin slagen menselijke relaties centraal te stellen, waar mensen elkaar nog kunnen ontmoeten, en ervoor zorgen dat kinderen hier gelukkig zijn, die zullen een gelukkige stad worden voor de toekomst. Nou ja, als je in Barcelona komt, dan zie je op iedere hoek van de straat een speeltuin, maar die zie ik hier niet. Wel, het is een goede tip. Investeren in geluk voor kinderen. Daar hebben we een heel project rond, maar er zijn ook scholen in Eindhoven. Maar als blijkt dat de sleutel tot geluk is, dat de kinderen floreren in een stad waar we met z'n allen graag zijn. Zo is dat, ja. Dan zullen we er ook energie... Wat zeg je? En dan de ouders natuurlijk. Zeker, maar dan zullen we er ook in moeten investeren om dat ook te faciliteren, denk ik zo. Maar daar zitten de grote kosten niet. Het is een grote wil om te investeren in een stad op kindermaat. En steden die leuk en goed zijn voor kinderen, zijn ook goed voor volwassen mensen, voor gezinnen. Het is nu al zover dat makelaars mij contacteren. Ik wil die brochure over de geluksplekken, want er zijn mensen die willen komen wonen in Eindhoven, maar ik ga die brochure meesturen, want zo wordt de stad aantrekkelijker. Mm. Wel, dat zijn fijne evoluties die gebeuren. Ja. We gaan richting de afronding alweer. De tijd vliegt voorbij, maar ik wil eigenlijk met Arno eindigen. Want je hebt ook het boek Het Wonder van Eindhoven geschreven. En eigenlijk citeerde je net al een paar dingetjes zo'n beetje eruit. Ja, dat weet ik. Met de feitenman heb ik al uit betrouwbare bronnen. Dat de feiten die jij checkt, die zijn altijd wel... Altijd waar. Dus daar gaan we dan ook niet meer ter discussie stellen. Maar je hebt Het Wonder van Eindhoven geschreven. Mooi, een evenement wat in Amsterdam plaatsvond. Ja. Hier ook, maar... Jazeker, maar ook in de Paradiso is dat gepresenteerd. Ook daar was dus een mooi boek bijgekomen van, gemaakt ook weer door een scherp ontwerp uit Eindhoven. We hebben het heet gehad over het verleden van Eindhoven, maar hoe zie jij de toekomst van Eindhoven? Als we mogen afronden daarmee, hoe gaat dat eruit zien? Behalve dat er meer experts komen. Ja, nou ja, voorspellen is lastig, hè? Dus je weet vooral de toekomst. Nou, geen feiten, vooral dus de toekomst. Nou, kom je uit je comfortzone nou? Als je gevraagd had over wat er inderdaad in 1905 in Eindhoven had plaatsgevonden, had ik het wel geweten. Ja. Nou, daar weet ik te weinig van wat de plannen zijn hier en het gemeentebestuur en dat soort, dat weet ik, daar heb ik te weinig kennis van. Dus dat weet ik niet. Ik weet wel dat er hier heel veel aanwezig is in Eindhoven. Om er wel iets van te maken, of er wordt er iets van gemaakt om dat door te trekken. De aantrekkingskracht van Eindhoven, die was er niet. Hè. Eindhoven was geen aantrekkelijke stad om naartoe te komen. Het was een lelijke stad. Hij had geen kern zoals bijvoorbeeld Breda en Den Bosch, hè, oude gouvernementsteden. Zijn mooie steden. Als mensen vragen wat zijn mooie steden, zeggen ze Breda, Den Bosch. Niemand zegt ooit Eindhoven. Dus zoals ook ooit niemand Rotterdam zei. En Eindhoven is een beetje wat Rotterdam had in de jaren 90.
voor veel plekken waar je kunt wonen voor weinig geld, kunt ondernemen voor weinig geld, althans de huren zijn betaalbaar. Ja, dat maakt het heel aantrekkelijk. En ik denk dat je dat moet blijven zijn. Je moet gewoon aantrekkelijk zijn voor mensen van buiten. Dus weet je, ik ben geen Trump-basher, maar als je iets fout doet met die regeling nu om die 7 moslimlanden die met die inrij, omdat is dat je moet altijd openstaan voor mensen van buiten. Die high-tech campus is terecht wat Lennon zei, dat is de voertaal is er uiteraard is daar Engels. Zeker. Voor mij bijna Indiaas Engels. er is een voetbalveld, maar er wordt cricket gespeeld. 88 nationaliteiten daar. Hè? Ja. Ja, dus je moet, de stad Eindhoven moet open blijven staan. Dat heeft het altijd gedaan voor mensen van buiten. En er geen muur omheen gaan zetten. Maar zorg dat gewoon alles van buiten binnenkomt. En dan werkt dan in die smeltkroes of in die. Dan komt het wel goed. Dan komt het wel naar boven. Dus het geluk komt eigenlijk vrij, om dan even geluk te eindigen ook. Als we zeg maar die. Ja, die kaders opentrekken van het gebied daar en dat we er gewoon ook ons mengen met elkaar. Ja, de angst voor het onbekende heeft Eindhoven nooit gehad, in tegenstelling tot veel andere steden. En die angst moeten ze ook blijven onderdrukken, denk ik. Als we geluk samenvatten in twee woorden, zijn die twee woorden andere mensen. En dat is de kracht van menselijke relaties. De hele samenleving doet ons geloven dat het tegenovergestelde waard is. Dat mijn dingen, het gaat niet over mijn dingen, het gaat over andere mensen. En die andere mensen ontmoeten elkaar in een stad waar prioriteit wordt gegeven aan menselijke relaties. Dank voor uw komst. Betty Blue. Ze bestaat dit jaar 30 jaar. Betty Blue is een band bestaande uit 5 heren en 1 dame. Het handelsmerk van de coverband zijn de prachtige 3-stemmige vocalen. With me you are. You said you gave me life. But you never told me about the fire, no. Trying to
doesn't matter anymore. You can call me. Dank jullie wel, Betty Blue. Mijn naam is Elmo Diederiks, ontwerper, innovator, ondernemer, maar vooral wereldverbeteraar. En verbeteringen zitten vaak in kleine dingen. Zo was ik een tijd geleden bezig met het ophangen van foto's, mooie kunstfoto's. Wat doe je dan? Ingelijst. En dan wil je dat netjes ophangen. Dus ik had het allemaal keurig opgemeten, gaatjes geboord, goede plug erin. Schroeven erin, lijsten aan de muur en dan neem je wat afstand om je werk te bewonderen. Om tot de conclusie te komen dat ze dan net een beetje scheef hangen. En daarom heb ik Clipper ontworpen. Clipper is een klein tapstoelopend clipje wat je aan de muur schroeft. En wat je eenvoudig in hoogte kan stellen. De schroef wat vaster, de schroef wat losser. Kun je hem 2 centimeter in hoogte stellen. Innovatief in de eenvoud, maar met een grote potentie. Als ik kijk naar het aantal huishoudens en het aantal verhuizingen in Nederland, dan worden er per jaar 22,5 miljoen lijstjes, foto's en schilderijen opgehangen. 5% ervan met Clipper en we praten over een potentie van 1 miljoen euro per jaar in Nederland. En Clipper staat in de startblokken om die potentie te realiseren. We hebben het ontwerp, we hebben een internationale patentaanvraag en we hebben een kandidaatfabrikant, maar we zijn nog op zoek naar een distributiepartner om Clipper, deze kleine revolutie, en ophangsystemen van een groot succes te maken. Dankjewel. Strak verhaal, sterk product en een idee dat een heel herkenbaar probleem oplost. Ik mag wel uitreiken. De cheque van de Dutch Deal. Dankjewel. Alsjeblieft. En als aardigheidje de slimme scheurkalender. Helemaal top. Dankjewel. We'll be right back.
world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just stop the heat, it'll be alright. And late, but you know that the days can be like the nights of the summer. In the city, in the summer, in the city. Tafel 1 tot en met 36. Er staat geen nummertje op tafel, hè? Maar goed. Dat maakt ook niet uit. Ik heb ook dorst gekregen, maar daar gaan we straks iets aan doen. Dames en heren, ik heb een leuke. Eentje van T. Lau. Daar hebben we ook vroeger wel eens mee gespeeld toen hij de band The Scene had. Hij heeft hele mooie klassiekertjes geschreven. En dit is misschien wel een van de meest relevante als je het hebt over de nare tijdingen. Komt-ie. Die je her en der alleen ziet staan. Die onder straatlantaarn zitten, drinken bij volle maan. Dit is voor degene die je overal herkent. Maar deze is voor jou en mij, dit is ons moment. Ik heb de glas op jou zonder mij. Jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld is van iedereen. Deze is voor iedereen die passie heeft voor passie gaat. Kan ik jou niet zien, ik weet dat jij daar staat. En ik heb het glas op jouw gezondheid. Jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld is van iedereen. Yeah. We'll be right back.
rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man. In het donker kan ik jou niet zien, ik weet dat jij daar staat. Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man. In het donker kan ik jou niet zien, ik weet dat jij daar staat.
Nou, wederom heel leuk om hier te staan en ik maakte me nogal druk over het zijn van een bossenbol, maar wat blijkt, gele lettertjes, dus zwart en iets licht. Ik heb in ieder geval kleding aan die iets met een bossenbol te maken heeft. Ik maakte me ook druk over hoe ik heb sneakers aan, maar gelukkig dan wel Jordans, dus dat blijkt dan toch ook nog net wel te kunnen. En de hele avond ging over zoeken en analyseren. Dat zijn eigenlijk twee afspraken en het gesprek was soms zoekend en soms ook analyserend. En dat zijn twee hele mooie woorden om bij stil te staan. Want op een gegeven moment werd gezegd, zoeken naar, waar je wat mee kan. En er staat een aantal hele mooie uitspraken in deze avond. Namelijk, zilver blijkt goud te zijn. Dat is een belangrijke om in ieder geval vast te houden. Maar fantastisch is al het geld waard. Dat vond ik een geweldige uitspraak. Fantastisch is al het geld waard. En op een gegeven moment kwam er ook een uitspraak over analyseren is stuk maken. En als je daarover na gaat denken, ja, dan moet je toch de avond eerst even gaan analyseren. Ik weet niet of ik daarmee de avond stuk ga maken, maar ik ga het wel doen. Want er was een keuze tussen verandering of vernieuwing. En wordt gekozen voor verandering, wat ik dan analytisch gezien heel raar vind. Want ik heb zelf een gigantische hekel aan het woord verandering. Want meestal als mensen zeggen dat je moet veranderen, is het altijd word zoals ik al ben. En dat is dan meestal die andere. Allemaal van die change gurus die zeggen, iedereen moet veranderen. Ja, je moet helemaal niets. Meestal is het zoals zij dan willen dat je gaat veranderen. Maar verandering voelt voor mij als iets ondergaan. En vernieuwing voelt dan weer als zoeken. En in het begin zeiden we, je moet zoeken naar wat je wat mee kan. Dus dat vind ik toch een tegenstelling in deze avond. En het ging over wereldleiders, politici, die soms niet altijd luisteren naar wat geluk is. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, wij krijgen ook de verkiezingen. Misschien is geluk wel extreem lage verwachtingen hebben. Als je extreem lage verwachtingen hebt, nou, ben je misschien wel altijd gelukkig. Dus mijn idee was om misschien met z'n allen nieuwe politieke partij op te gaan richten. De kan uiteraard tegenvallen partij. Lijkt me een geweldige partij, partijprogramma, wat uiteraard altijd kan tegenvallen. Nou, debatten die kunnen tegenvallen, beloftes die kunnen tegenvallen. Het is ook een geweldige afkorting, de kan uiteraard tegenvallen partij. Want je stemt op de kutpartij. Nou, dat lijkt me ook een fantastische politieke benaming. Stem met z'n allen op de kutpartij en die kan uiteraard tegenvallen. Dus ja, met dat soort lage verwachtingen, ik weet niet of je dat nu moet zijn. Dus ik wil terugpakken naar geluk. En het ging over een foto van het verleden. Toen moest ik denken aan de oude Grieken. Die hadden het al heel veel over geluk. En ze waren allemaal zoeken naar het geluk. En er zijn verschillende filosofische stromingen. En mijn grote favoriet, want dat bleek wel een of andere maloot te zijn. Maar toch, Pyrrho. Pyrrho die leefde in de 3e eeuw voor Christus. En hij gaf aan van in het zoeken naar geluk, er is eigenlijk nergens een maatstaf voor. Want een toren die van dichtbij vierkant is, lijkt van afstand rond. Ja, is hij dan vierkant of rond? Weet je niet, want waarom zou een waardeoordeel van dichtbij meer waard zijn dan het waardeoordeel van veraf? Er is nergens een maatstaf voor, dus ook niet voor geluk. Emoties, ja, hoe je je voelt, ja, dat is maar een emotie, valt niet te rationaliseren, dus wat moet je daarmee? Dus hij gaf ook aan waar je naar moet streven is, en dat is een term die in het oude Griekenland veel werd gebruikt, ataraxia. Dat zou moeten leiden tot geluk. Maar ataraxia staat voor totaal vrij zijn van zorgen, affectieloos en ook emotionele gelatenheid. Want alles wat je niet emotioneel kan raken en wat dan ook, zorgt ervoor dat je vrij bent van zorgen en daarmee geluk. Maar dat lijkt me nogal doodsaai. En als iets doodsaai is, ja, dan heb ik nooit meestal mijn meest gelukkige gevoel. Dus tegenovergestelde van geluk is misschien wel dat ataraxia.
En je ongelukkig voelen, ja, dat is nodig. Werd ook gezegd van, ja, je hebt, moet, als je geen ongeluk kent, zul je ook nooit geluk kennen. En dan kom ik toch weer terug bij dat zoeken en analyseren waar het deze avond over ging. En twee van de sprekers ook letterlijk iets over gezegd hebben. Want zoeken en analyseren, dat beschrijft misschien wel het ultieme geluk. Dat je altijd aan het zoeken bent. Dus ga al je relaties, de mensen waar je van houdt, vooral niet analyseren. Maar zoek de schoonheid van mensen en alles om je heen. Tegenovergestelde van liefde is volgens mij ook niet haat, maar juist onverschilligheid. Dus kortom, dan sluit ik af, maar waar we eigenlijk mee begonnen. Zoek naar wat je wat mee kan. En Candy Dulfer kan er helaas niet bij zijn, maar ze heeft wel gespeeld met Prins. En dat is toch een grootheid op deze aarde, al is hij er niet meer. Maar die zei, it's not about what you know, but it's about what you're willing to learn. Dus laten we zoveel mogelijk gaan leren en op zoek gaan naar de mooie dingen die overal om ons heen zijn. In plaats van de negativiteit die soms de boventoon voert. Dank. Rob Adams, dankjewel. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Mansveld, Faber Exposize, Parktheater en CSU.